Dit is jouw auto. Dit is mijn auto. Dit is en nou ja, we zitten nu met elkaar in de auto, maar dat komt ook omdat we werken toch al een beetje samen af en toe. Dus we hebben nu in coronatijd, ga ik niet zomaar bij iedereen in de auto zitten. Dus dat wilden we ook meteen even, natuurlijk even toelichten. Zeker naar de toespraak van gisteren. Ja, nou ja, precies. Dat nemen we wel serieus, dus dat, don't worry about that, dat we dat niet doen. Dus ik ga niet zomaar met iedereen in de auto zitten. Maar het grappige is natuurlijk dat dit is bijna dezelfde auto als ik heb, maar toch ook weer niet. Ja, dit is de echte. Dit is de echte. En wat, misschien wel even, wat doen wij samen? Wij doen de collectibles. De collectibles. Maar dat doen we gaan eerst over auto's praten. Niet, ja. Het is geen reclamespot voor de collectibles. Nee, zeker niet. Nog niet. Zeker niet. Wordt het straks wel natuurlijk. Een beetje. Nee, als we er een beetje suffen uitzien, is dat omdat we de hele dag al gefilmd hebben. Ja. En nu gaan we even ontspannen in de auto. Daarom heb je ook maar twee pedalen natuurlijk. Ja, automaat. Nee, ik Tiptronic S. Tiptronic S, ja. Is een automaat gewoon. Oh, het is niks PDK-achtig, het is gewoon ouderwetse slushbox. Kan ik zien wat... Oh ja, ik zie wel versnelling die pakt hier. Drie ook gewoon. Ja, maar dat is het enige met dat ding dus. Blijkbaar hadden ze toen al emissieregeltjes. Dat vind ik het enige nadeel. Ja, want als ik nu... Ik geef vrij veel gas, maar er gebeurt eigenlijk niks. Nee, maar dat is omdat... natuurlijk een normale automaat, die heeft een sportstand. Of een gewone. Dus ik dacht in het begin ook, joh, waar zit de sportstand? Maar die zit dus in je rechtervoet. En dat zul je zo merken als je hem... snel intrapt, dan ramt hij wel een keer twee versnellingen terug. Okay. En hij remt ook terug voor bochten dan. Dus hij, op een of andere manier heeft hij toch in de gaten wat je wil. Yeah. En, dus ik ben met je eens hoor, ik had ook een hand geschakelde. En toen dacht ik, Tiptronic. Ja, je had hiervoor een hand. Ik had een hand geschakelde. En ik moet het nu dus... Ja. Dus nu ramt hij gelijk terug, dus twee. Terwijl je 30 km per uur rijdt ongeveer. Ja, je mag hier 30 rijden. Hij maakt een beetje wel herrie met 30, maar... Je had hiervoor ook een 911? Ik heb, ja, meerdere. Maar de laatste hiervoor was een 996 Cabrio. Ja. Dat was een handgeschakelde. Ja. Maar ik reed er toch wat meer mee. En toen merkte ik dat wat je op de reclamespotjes doet op een mooie verlaten bergweg, dat is niet helemaal de realiteit, zoals je nu al merkt. Dus in Nederlands verkeer met snelweg, met af en toe een beetje bellen in je auto, is Tiptronic eigenlijk wel heel erg fijn. En met je eens, ik dacht ook, ja, Tiptronic, dat kan niet. Maar ik heb hem een keer meegenomen naar Goodwood met een aantal auto's. En dat is het gekke, dan ga je eerst op die knop op het stuur, die je kunt zien, zelf schakelen. En dan vind ik hem te traag. Maar het gekke is toch, als je die bak een beetje leert kennen en je gaat met je voetje wat meer spelen, dan heeft dat ding precies in de gaten hoe of wat. Hij schijnt ook gyroscopen te hebben, dus hij weet... Hier is een bocht dat hij zijn versnelling vast moet houden. En ik ben nu zelf aan het schakelen, dus ik ben zelf in drive doen. Ja, maar ik merk zelf, het beste werkt hij gewoon een D. Ja, dus vaak. Ja, het is helemaal... PDK hetzelfde. PDK ga je in het begin ook zitten roeren. Ja. Op een circuit werkt dat nog, maar gewoon op straat. Als je hem echt sturen, handjes aan het stuur wil houden. En, dan is maar je kan dit op het stuur schakelen. Ja, kan ik. Dus ook, je kunt ook per ongeluk schakelen, heb ik gemerkt. Als je bijvoorbeeld op een keer bent of in een bocht per ongeluk. Ja, dat is echt heel fijn. Ja, ik heb ooit bij je taxichauffeur gehad. Ik kan het nog steeds. Ja. Maar je knop past niet op het stuur. Maar nee, het is uiteindelijk gewoon een D laten staan als lekkerste. Ja. Het enige wanneer ik het gebruik is echt waar, 's ochtends. Leuk, die paaltjes hier. Nee, kijk, maar daar kunnen we wel nog. Oh ja. Of is het een fietspad? Een ruiterpad? Nou ja, dat merk ik wel. Er staat een paardje op de motorklep. De kofferbak is dat trouwens, de Frank. De Frank, ja. Afgesloten in van het gladheid. Nou, probeer maar, vierwielendrijving hebben we. Ja, daar gaan we het zo ook nog over hebben natuurlijk. Ja. Over dit is een soort de begeerlijke versie. Kijk, hier zou het dus lekker zijn om eventjes hem toch in de hand matig te zetten. En dat kun je gewoon op je stuur ook een beetje terug. Ja, ik vind dat wel een beetje moeilijk met die knoppen. Je moet echt, dat is niet een zeer ongeluk zeg. Is wennen. Nou ja, weet je, normaal met flippers, dan zitten je handen vallen daar een soort van automatisch op. Je moet wel je telefoon uitzetten, dat ik heel belangrijk ben. Ja, nee, ik ben zeker niet belangrijk. Niet zo belangrijk als jij, dus ik zet hem uit. Okay. Maar dit vind ik niet per se zeg maar mega intuïtief. Hoe ver draai je je stuur? Dus je ziet de bocht aankomen, dan schakel je terug voor de bocht en dan pas sturen. Ja. Heb je ooit van Dolf geleerd, toch? Dus ja, dat is waar. Dat is dan, waar. Dan zou het kunnen. Maar jij wilde bewust dus nu een Tiptronic S. Ja. Ik vind als je er helemaal aan gewend bent, is dat toch wel heel erg fijn. Ik gebruik handschakel gewoon te weinig. Weet je,
Ja. Gewoon met Nederlands verkeer, stadsverkeer, files, is dit gewoon super fijn. Ja. Maar is dit dan ook jouw dagelijkse auto? Als je zo files, stadsverkeer... Zo heb ik hem natuurlijk wel aan mezelf verkocht. Zo heb jij het waarschijnlijk ook gedaan. Ja. Maar het is wel natuurlijk 996, kun je wel dagelijks rijden. Hij is ruim genoeg en toch compact. Ja. Ik vind alles werkt gewoon goed. Ja. En ik heb ook zo'n ouder ding gehad, zo'n 930, zo'n turbo. Hartstikke gaaf om te zien. Maar ja, weet je, na 2 jaar weet je nog steeds niet hoe de kachel werkt, als die überhaupt werkt. En dat is natuurlijk 996, wat je er ook vindt, het is gewoon ja, toch wel een erg goede auto. Ja. Ik heb er ooit mee gereden bij de introductie. Toen 20 jaar heb ik hem stom gevonden, want water gekoeld en spiegelei, koplampjes, oei. Ja. En ik vind het een beetje de sport om auto's te kopen waar je niet op afschrijft. Ja, toen kwam op een gegeven moment toch de 996 wel weer in beeld. Ja. Toen heb ik eigenlijk omgezien een 996 gekocht. Van iemand in Maastricht, een hele mooie kleurcombinatie. Dat was die handgeschakelde in maritiem blauw met een soort bruinig leer. Hele gekke combi. Nou, dat zie je ook niet veel bij 996, een ander kleur leer. Het is allemaal zwart eigenlijk. Zwart leer. Het is allemaal, het is 50 kleuren zwart en grijs met zwart interieur. Dat is natuurlijk ook meest courante. Maar ik wilde per se een beetje gekke kleur. Ja. En, maar die heb ik toen wel op afstand laten testen door Porsche Maastricht. Nou, superbedrijf, ik was er nooit geweest. Maar echt keurig telefoon opnemen. Dus die heb op afstand die auto gekeurd. Ongezien die auto gekocht. Naar Maastricht met de trein en teruggereden. Ja joh, ik had echt 200 kilometer lang zoiets. Ik geloof dat ik zelfs jou heb gebeld. Van joh, Wouter, wat is er mis met de 996? Ja. We waren er allemaal zo negatief over. Het is een super fijne auto. Ja. Er is echt niks mis mee. En, nou ja, dat zul je ook hebben. Sommige mensen die zeggen, zo rij jij in een Porsche. En die rijden dan zelf in een 5-serie die ze nieuw in de winkel hebben gekocht. Ja, 2 jaar afschrijving is meer dan de aanschafprijs van een instap 996. Dus. Ja, moet je wel. Nee, dat is qua value for money. Zeg maar, nothing beats a 996. Nee, dat is ook onzin. Maar voor zeg maar, wat het biedt en wat het is natuurlijk wel inderdaad echt wel briljant. Ja. Nou is dit, ik noem altijd liefkozend, een schaap in wolfskleren. Ja. Ja. Moet ik hem uitleggen of ga hem zelf even toelichten? Oké, je commentaar. Want hij heeft alles van de turbo. Ja, turbo remmen, turbo body, turbo velgen. Ja, nee, ik zat te twijfelen tussen de turbo of deze. Ik vind dit zelf de mooiste 996. Yeah. Ik vind die taartschep op die 996 vind ik net even iets te veel. Yeah. Die turbo. Over taartschep. Heb je wel als een 992 op de snelweg zien rijden en dat met die spoiler uitgeklapt? Ja, is heel raar. Dat ziet er niet uit. Nee, is veel te smal. Ja, maar dat is een soort ja, dus nee, kijk je naar allemaal technische dingen eronder. Ja. Het is helemaal niet een mooie. Nee, het is raar. Het zal heel functioneel zijn. Maar bij de 964 vond ik het heel gek, maar die heeft een net wat smaller kontje. Ja. En op deze, misschien door de grote knipperlichten en achterlichten, het is een beetje raar. Maar goed, ik rijd meestal niet achter mijn eigen auto, dus ja. Ik heb er heel veel last van. Ik vind het wel grappig dat je natuurlijk omhoog ziet komen als je na 7 uur je aan de snelheid houdt. Dus de turbo, ja, ik vind de turbo natuurlijk, hij heeft meer koppel en meer pk's, maar heel eerlijk, ik vind het uitwringen van een atmosferische motor vind ik gewoon prima. Klinkt ook lekkerder. Hij heeft dan een Metzgerblok, wat dan onverwoestbaar schijnt te zijn, 2 ton. Maar ja, ik vind dit gewoon de mooiste auto van de 996X. Waarom? Omdat hij breder is. Iets breder kontje. Ik vind die rode strip achter vind ik mooi. Ja. De happertjes achter van de turbo. En die roosters achter. Voorhoud natuurlijk ook. Het is net als je Polestar 2. Ja, Polestar 2 zijn er wel anders. Ja. Dus ik vind het oprecht een mooie auto. En zelfs als jij, ik vind als je in de showroom komt waar teams staan in alle kleur grijs, dan denk ik ja, tja, saai. Maar als je zo'n ding gewoon op een parkeerplaats zet met de zon erop en je ziet die heupjes, het zilvergrijs, met het rood van die achterlicht en rood van de remklauw, wat deze dan ook heeft natuurlijk. Dus een keertje rechts gaan. We gaan hetzelfde rondje. Ja, doe het gewoon hetzelfde rondje. Nee joh. Ja, ja joh. Ik weet het nu, ik ken hem nu. Hier zet ik een laptop aan. Ja, precies. Ja, okay. Nee, het is niet sport, dat hadden ze toen nog niet, hè? Sport gewoon en dat soort meuk. Nee, hoeft ook helemaal niet. Maar je hebt nu deze. Heb jij echt specifiek gekeken van oké, ik wil een automaat, maar het moet een Carrera 4S zijn, ik moet een bepaalde kleur. Ik bedoel, ik was echt wel op een gegeven moment, ik wilde gewoon een zilveren. Ja, ik had wel een gele of een rode gewild, maar die vind je gewoon bijna niet.
omheen. Ik had dus een 99 cabriolet en dat, in die kleurstelling vond ik hem heel vrij. Maar ik vind de gewone 99 toch een tikje ielig. Yeah. Dus ik wilde een 4S. En ja, toen heb ik wel op wat plekken gekeken, ook bij dealers. Maar ja, het stond een beetje bij Wolbert. En bij Wolbert heb ik, jou niet onbekend. Nee. Dit is geen Wolbert commercial, maar ik denk dat ik inmiddels 6-7 auto's bij Erik Wolbert heb gekocht. En dat is me allemaal goed bevallen. Okay. En op een vrijdagmiddag scheen de zon. Toen ben ik naartoe gereden. En ik wist dat deze er al een tijdje stond. Gereden, toen dacht ik, ja... Want het is precies wat jij nu net doet. Je hebt dat ding in manual en de eerste 5 minuten ga je harken. Yeah. En dan merk je, het werkt gewoon niet. Het ding moet je gewoon in D zetten. En op het moment dat je gaat trappen, dan doet hij wat je wil doen. Maar 90% van de tijd staat hij gewoon in D. En rij je gewoon in het Nederlands verkeer. En ik vond het een fijne auto. Dus hij kwam voorbij. Ja. Zo gaat het meestal. Toch? Vanaf nu niet meer. Hè? Want natuurlijk wij... Het is een mooi bruggetje. Ja. Onbedoeld bruggetje naar de collectibles. Ja, nu komt het te veel voorbij. Ja. Ja. Wat is het? Ja, ik kan natuurlijk ook uitleggen. Jij kan het ook uitleggen. Misschien moet je het doen, maar goed, jij interviewt mij. Ja. Collectibles is een online veilingplatform. Met alleen maar collectibles. Wat voor collectibles? Auto's uiteraard. Yeah. Hoe dan? Nou, doorlopend. Dus niet 1 keer in de 3 maanden een dag lang 10 auto's. Maar gewoon de hele week door zijn daar auto's te zien, te veilen en dus te kopen. Yeah. Maar je kunt bieden. We gaan ze anders presenteren. Dus je hebt vandaag gezien, je zit al snel op 150. Soms al 200 foto's per auto. Want we willen alles zien. Ieder krasje, ieder vlekje. Ieder velgje, boekje. Ja, je wil echt vanuit alle hoeken foto's. Ja. Hè? Dus dat is belangrijk. Je wil het maar zo goed presenteren dat je online echt een auto zou kunnen kopen. Ja, maar exact dat. Want zo goed is dus niet te mooi. Nee. Gewoon eerlijk. Eerlijk, ja. Want ik denk dat iedereen kent die ervaring wel. Je ziet een auto online, 20 foto's. Je rijdt erheen. En ook al is het om de hoek. Je moet het afspreken, je moet erheen rijden. Een uur verder. Oh ja, het interieur is toch niet zo mooi als. Maar het stond niet op de foto's. Ja, dat wil je gewoon niet. Dus wij willen dat je de auto in principe online zou kunnen kopen. Maar goed, omdat je alles kunt zien. Je kunt natuurlijk tegenwoordig alles online checken op RDW, Vinic, de hele historie van de auto's. Maar goed, wil je hem toch zien? Nee, woon in Nederland, klein landje. Maak je een afspraak, ga je bij die auto langs. En dan kun je hem vervolgens kunnen bieden op de veiling. Yeah. En binnen 1 of 2 weken is de auto weer geveld. Dus ja, dat is het systeem. En we hebben natuurlijk niet helemaal zelf bedacht. Hè. We hebben dit in Amerika gezien. Ik heb in Japan ooit een auto gekocht op de veiling. Dus daar is het veel gebruikelijker. Ja. Maar je ziet nu wel dat dit veilingmodel is echt in de opkomst. En zeker denk ik met dit type auto's. Daar hebben we dan niet eens zo'n expliciet over. Van 205 GTI tot Ferrari. Hè? Dat is een beetje de slogan die we eraan houden. Het moeten auto's zijn waar je enthousiast van wordt. Voor ons rijdt er zo'n E500. Eentje op kenteken. Jammer. Ja, dat kan natuurlijk. Maar ik vind E500 ontzettend fijne auto. Dat zou met een lage kilometerstand in de bijzondere uitvoering zou een soort van kunnen. Ja, deze 996 kan er zeker op. Ja, denk ik wel. Maar dat is een E500. Als die man kan aantonen waarom een eentje erop staat. En ja, wat is veel voor een E500? 100.000 kilometer, als het er goed onderhouden is en dat is aantoonbaar. Ja. Voor mij mag het. Ik vind het een gaaf ding. Ja. Het zijn auto's waar wij enthousiast voor worden. En auto's die als je ze tegenkomt op een van de marktplaatsen, Autoscout, mobiele, noem maar op. Hè, dat je dacht, lekker. Ja. En ook doorsturen misschien naar je vrienden. Zeggen, dit is wel een gaaf. Oh, deze is eigenlijk wel heel betaalbaar. Ja. We gaan snoepwinkel. Nee, absoluut. Dus ja, we deden dit natuurlijk al een beetje als hobby per ongeluk. Dat we iedere keer naar die auto's zaten kijken. Van, oh, dit zou ook gaaf zijn. Dat zou ook gaaf zijn. Nee, want ik zei, vroeger kom je aan deze. Maar het is natuurlijk toch... Yeah. Ja, in je achterhoofd ben je altijd wel bezig met de volgende auto. En dat is met dit ook. En nu kunnen ze ook echt zien. We kunnen ze ook je kunt er toch over dromen. En met die mensen praten. Wij vinden dat enthousiasme natuurlijk leuk. Wij vinden het ook leuk met die. Wij vinden mensen leuk. Wij vinden de autoliefhebbers leuk. Want dat is een beetje onze payoff. Yeah. Van voor en door autoliefhebbers. Oké. En nu, dit was even de reclamepitch. Ja. En dan komen we nu. Je hebt ook weer een mooi bruggetje. Want ik vraag in mijn auto-video's. En wat zou eventueel een volgende auto kunnen zijn? Of waar ben je naar op zoek? Dus wat.
als het op de collectibles.nl komt, ga jij zeggen, oeh, nou, hier wil ik eigenlijk wel op bieden. Dit, hier wil ik hebben van. Ja, ja, jij zei vandaag, zei terecht, don't get high on your own supply. Nee, okay. Want wat kwam natuurlijk vandaag erbij gefilmd als een Maserati Grand Sport. Ja, is natuurlijk wel, na meerdere Porsches hebben gehad, is dat natuurlijk tof. Want ik denk, ja, is wel een keer gaaf. Ja. Ik zit daar in mijn achterhoofd toch wel een beetje naar te kijken. Dus ik blijf natuurlijk altijd van, ja, zou je het durven? Dat doe je netjes. Handen. Ja, ik vind Maserati toch wel heel erg gaaf. Maar ja, ook de Quattroporte. Het is van de Quattroporte, heeft nauwelijks een kofferbak. Dus dat weerhoudt me nog een beetje ervan. En ik vind hem niet leuk genoeg als auto erbij. Dus dan zou die echt als gezinsauto zou ik hem dan rijden. Ik vind die nog steeds qua prijs echt... Ja, als je dan voor lol per euro hebt, is natuurlijk een fantastische auto. Het geluid is geweldig. Ja. Supermooie auto ook. Dus de enthousiabele uitvoering natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus de vorige Gran Turismo. Is dat de 3, de 4? Strikvraag, zet het hier onder. Ja, en win een kentekenplaat houden van mijn collectibles. Nee, dan gaan we iets leuks. We gaan nog iets leuks verzinnen. Ja. Die gaan we vast nog een keer rijden. Ja, zeker. Ik heb hem al een paar keer gereden. Het blijft gewoon een gave auto. Ja. En we zijn best wel wat aan het Quattroportes geweest. Dus overigens niet tussendoor, hè? Merk je nou het Nederlands verkeer hoe je rijdt? Je rijdt gewoon in D en... Ja, klopt. Ik ben wel een soort van verdwaald. Dit is helaas de realiteit. En jouw oude Navi kan er niks mee. Nee, je moet hem eens aanzetten. Oh. Ja. Ja, je hebt ook van die mensen die kopen zo'n Pikachu Navi erin. Maar ik hou het liever origineel. Maar goed. PCCM Plus, Porsche Classic. Natuurlijk. Maar goed, dus een mate. Heb jij... Ja, dus ja, ik weet al, dat jij iets met Italiaanse auto's hebt. Want wat heb jij Italiaans gehad? Ja, volgens mij valt het wel mee. Wat heb ik gehad? Ik heb ooit ook bij Wolbert, er stond al heel lang een Ferrari te koop. En toen heb ik ook weer op een zonnige dag een keer een bot op gedaan. En helaas zei Erik toen ja. Heb je daar spijt van gehad? Nee, want die heb ik wel op het goede moment gekocht. Ik wist... En wat voor was het dan? 355 Spider, zwart-zwart. Dus wel, ja, ik vind het een waanzinnig mooie auto. Yeah. Het geluid is natuurlijk ongekend. Yeah. Ik schaamde me alleen altijd een beetje om erin te rijden. Dus ik deed de kap alleen maar open als je ver buiten Amsterdam was. Dat vind ik toch een beetje... Waarom schaam je dan? Ik denk het wel. Toch een beetje, kijk mij in zijn auto. Ik had hem echt gekocht omdat ik het waanzinnig vind rijden. Maar ik durfde mensen niet eens te vertellen dat ik hem had. Nee, ik ga hier even keren, want ik heb geen idee waar we anders uit kunnen. Jij wel? Kijk, is een mooi bochtje. Oh, dat is wel waar, ja. Probeer maar. Nee, gewoon een D. Ja, dit is nu al shit met die automaten. We staan nu in 3. En je komt ook weer een drempel. Ja, maar als jij niet, wat jij deed voor de bochtje liften. Maar deze is serieus. Als je het niet doet, heeft het in de gaten een bocht. Dus en dan houdt hij hem gewoon een streep. Vol gas. Meer remmen. Als je nu remt, meer remmen nou. Die pas, koeien die schrikken nergens meer. Schakelt hij zelf terug. Pap. Zie je, schakelt. Meer rem niet hard genoeg. Want hij schakelt terug. Nee, maar zie je, hij is... Ja, oké. Okay. Je moet hem meer aftrappen in jouw auto. Ja. Okay. Maar dan kunnen we hem nooit meer op de collectibles zetten. Die zeggen mensen van, joh, ja, ik heb gezien hoe die kastje erin rijdt. Nee, maar het is niet aftrappen. Het is gewoon enthousiast. Nee, dat is waar. Moet een, aftrappen is met een koude motor doorjanken. Dat doen we niet. Het is wel geinig om mooi automaat te rijden. Nee, maar het is wel waar wat jij zegt. We lopen elkaar daar natuurlijk over te dollen. Ik heb tenminste echt de mannenversie. Jij hebt vierwiel aangedreven. Schaap- en wolfskleren. Met automaat. Nu rijden we bouwde kom in. Ook fijn, hè, automaat. Ja. Dan kan je gewoon lekker getokkelen. Precies. Is het echt gewoon 3? 1200 toeren? Ja, dus ik denk dat, wat ik zei, die emissie dat ze toen al hadden. Dus ja. Dus ochtends ook, dat is eigenlijk maar een beetje warm. Ze gooit hem gelijk in 4. Dus dan doe ik hem handmatig toch in 3. Voordat het motortje een beetje warm is. Want ik vind het gewoon zielig voor de aandrijving. Ik denk ook... Ik denk ook dat hele IMS-verhaal... is natuurlijk grappig. Er gaan natuurlijk hele fora vol. Maar gaan we eens naar een Porsche dealer en vragen wat een blok voor een 996 kost. Dat kunnen ze niet 1, 2, 3 vertellen. Want het is niet zo dat al die blokken maar ploffen. Dat is vast wel eens gebeurd. Maar ze zouden dus niet durven te verkopen als ze echt allemaal kapot gaan. Maar ik vermoed dat misschien veel is voorgekomen dat dit de eerste dagelijks rijdbare 996 was. Dus wat ga je dan krijgen? Mensen die korte stukjes, koude motor. En zeker met zo'n Tiptronic. Als het ding natuurlijk al bij 3 of 4
is 3 of 4 gedraaid met 50 km per uur op een koude motor. Maar dat is niet goed. Nee, dat voelt altijd een beetje raar. Hè? Ja, een beetje, het voelt als het toch wel, het best wel belast. Ja, yeah. En dat, dus ik, dat krijgt ook geen smering. Dus, nou, tot zover onze technische theorie. Ga dus voor die bocht zitten die zo meteen daar komt. Yeah. Wow, laat die vrachtwagen. Maar. Je hebt een theorie voorrang, maar... Ja, kijk eens. Trappen. Ja, maar dat is, ja, maar kijk, ja, maar is, je moet even mee leren rijden. Het schakelt wel mooi. Ja, het is gewoon echt, nee, het is gewoon beter dan dat je het zelf doet. Nou, we hebben niet. Maar er zit een drempel voor die knop. Nee, maar bedoel, beter dan met die knop op het stuur. Die zijn te langzaam. Ja. Yeah. Verder qua rijden voel ik niet een mega verschil. Hè? Het is natuurlijk de 4, maar het is droog. En de S's zijn veel breder. En ze zijn grote spoorwens. Ze zouden theoretisch meer grip moeten hebben natuurlijk. Maar... Nou ja, je merkt dat zo'n rietje in Engeland, dat is natuurlijk een kleine wegje, veel regeltjes en dat. Yeah. Dat je echt, je kunt, het is erg knap. Hoe oud is dat ding? 2004. Yeah. Wat de toen al techniek is, dat je kunt hier zo makkelijk hard mee rijden. Yeah. Het is een soort mini-Audi RS6 bijna, alleen dan minder onderstuur. Mini-Audi RS6. Ja. En dan niet met de grote kofferbak en zonder de grote achterbank. Nah, het is en hij is ook niet door Audi gebouwd. Ja, het is redelijk really praktisch toch dit nog. En heeft geen turbo's. Ja. Verder lijkt het. Ja. En hij heeft minder cilinders en veel minder vermogen. Maar verder is het wel een soort mini-Audi RS6. Nee, maar RS6 heeft ook dat hoekige, dat gevoel. Als we bij de RS6 aankwamen, waren die mensen nu niet op de weg blijven staan. Als we dat gewoon oppassen. Maserati dus, volgende wat nog meer? Heb je nog een ander dat je denkt, ah, ik vind iets echt duurs. Wat je zegt, goh, dit is... Nee, maar als je gewoon dat je denkt, goh, de collectibles worden een enorm succes. Ja. En nou, het geld spuit er aan alle kanten uit. Wat ga je dan kopen? Je moet nu goed. Wel iets kiezen. Ja, maar we hebben het al, weet je, F40, maar ik heb nooit een F40 gereden. Dus, nee, maar zou je dat willen? Ja, maar dat is natuurlijk de eerste... In onze leeftijdscategorie is dat toch dé auto. Oké, dan de volgende is de McLaren F1. Maar ja, dat is zo een heel succesvol. Goede investering trouwens. Ja, maar, het is toen geweest. Dat is de vraag of het nu nog is natuurlijk. Yes. F40? Nou, ja. Maar ik weet... Ja, je stelt de vraag gelukkig niet aan mij. Maar ik weet niet of ik op een F40 uit zou komen. Omdat ik denk dat ik bijvoorbeeld een F40... Wanneer ga je daar nou in godsnaam mee rijden? Ja, maar dat is hetzelfde. Jij zegt onbeperkt veel geld. Ja. Dus ik zou hem bijna gewoon lekker in de tuin zetten. En naar kijken. Ik vind het... Ja, het is heel mooi. Zo. Nee, oké, maar gewoon een auto om mee te rijden eens, dan. Maar ik ben met je eens, dan kom je ook op het automaatverhaal. Hetzelfde met die Ferrari. Wat is daarbij de praktijk? Dat ding dat stond natuurlijk ergens in de stalling. Daar had ik geen druppellader, want ja, Amsterdam, dat is alweer lastig. Dan moest ik echt in mijn agenda zetten. 1 keer in de 3 weken moet je ermee rijden, want anders is de accu weer leeg. Het is allemaal gedoe. En nou, kijk hier, we zitten hier in een leeg... Dit is het mooiste wat je in een straal van 50 kilometer van Amsterdam, Haarlem kunt vinden. Ja. Ja, oké. Ja, dus ik weet niet hoe vaak jij nog op zondag zegt, ik ga nu eens even bij de bakker brood halen en dan rijd ik een half uur om, want het is zo mooi. Maar ja, weet je, dat is... Iedere zondag, Rotterdam. Ja, precies. Zo'n mooie reis. Dus berg, we hebben het oude geheim voor de rest van de hele berg met een paar herpins en zo. Ja, als we weer een lockdown krijgen, dan kunnen we misschien weer een beetje... Dat scheelde wel inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar ik ben met je eens, weet je, dat is natuurlijk van hoe vaak ga je nou echt met die auto rijden. Yeah. Overigens, F40, goed voorbeeld, ik heb de Wilhelmina gereden, dan rijd ik achter 2 F40's iedere ochtend. Ja, die kieltjes gaan me dood, hoe moet je er dan gaan? Het is te groot, te snel voor die Italiaanse wegen. Het gaat... Je kunt er niet zoveel te doen. Echt heftig ook. Ja, en dat vind ik ook. Dus we hebben dan nog een ander die je nog in moet gooien. We rijden weer terug. Over 1 minuut zijn we weer op onze parkeerplek. 1 minuut. Wat zou de... Want anders moeten mensen ook nog meer dan een half uur kijken. Nee, ik vind het prima combi. Ja? Range Rover dagelijks gebruik. 9-11 voor iets minder dagelijks gebruik. Dus je kan nog even door. Dit was echt de Range Rover. Dat was best mijn auto wordt. Toont wel aan waarom je een tiptronic moet hebben. Ja, wat ik niet kan rijden. Ja. En je verwiel aan rijden, dus je kan niet gewoon door het gras rijden. Ja, ik kan. Ik durfde gewoon. Ja. We kunnen ook daar gaan staan en kijken hoe lang het duurt voordat we op Flitsmeister staan. Als, zo kan je precies gewoon te snel. Ja. Nee, ik ben wel tevreden zo. En voor de rest is het gewoon, we zien wat er voorbij komt. Het is, weet je, wij zitten zo met onze neus in de auto. Iedere dag hebben we weer iets anders. Dat is natuurlijk
vaak genoeg geweest. Dan lees ik op mijn autoblog, lees ik. Denk, oh ja, dan zit ik een hele avond op mijn autoblog ding te zoeken. En dan is het gelukkig uiteindelijk wel van, ja, maar wat moet ik er dan mee? En dan. En dan. Dus, en wat zou, jou het volgende dan zijn? Dat is een goede vraag. Stel mij die vraag later nog eens. Nee, ik wil BMW M2, word ik heel enthousiast van. BMW M3 zou handig zijn gezien de gezinssituatie. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Nou ja, ik denk toch, ik van Porsche, ik vind op dit moment wat ik dan toch wel dé auto vind, is een GT3 Touring. Dat vind ik echt zo stijlvol. Dat is een handbak. Atmosfeer, handbak, maar bij die auto klopt dat. Atmosferisch, ingetogen, geen taartschip. Eigenlijk is dat natuurlijk een soort van, waarom je deze ook leuk vindt. Ik heb het met Porsche erover gehad om deze, zou het kunnen om deze om te bouwen naar een GT3 Touring. Maar dan een 996. Dus, alleen het bedrag wat je dan erin gaat steken, haal je nooit meer eruit. Dus het zou een hele goede grap zijn. Dat was geen goed idee. Maar GT3 Touring, Porsche is gewoon goed. Ja. Helaas. Ja, dat klopt. Het is saai, maar het is gewoon zo goed. Nou, jongelui, Joas en ik kunnen hier nog een half uur lang doorpraten. Dat gaan we ook doen in de podcast, maar. Want, ja, precies. Dat komt blijven maar. Maar dan gaan we ook wat, wat andere dingen beantwoorden en zo. Bedankt voor het kijken. Jongens, bedankt dat ik in je auto mocht rijden. Nee, ik vond het oprecht grappig om automaat. Het heeft inderdaad al wat. Ik doe het niet hardop zeggen verder. Gelukkig is het alleen maar aan het einde van de video. We gaan komende weken nog eens een paar keer ruilen. En dan zullen we zien met welke in huis. Dat is goed. Jullie bedankt voor het kijken. Ik wou zeggen, geef je op voor de Mijn Auto video's. Maar ja, corona, we zijn daar toch een beetje voorzichtig nu nog maar in. Maar heb je een mooie auto. Geef maar je op voor de collectibles.nl. Kijk daar eens een keer op. En als je eigenlijk wil upgraden naar je volgende auto, dan kan je hem bij ons al te kopen, verkopen bij collectibles. En dan ga je door naar je volgende. Die koop je dan natuurlijk ook op de collectibles. Nou, thanks. Doei.